Tussen Plasmolen en Middelaar, in de gemeente Mook en Middelaar, ligt het recreatiegebied De Mokerplas. De Mokerplas, ook wel de Grote Siep genoemd, is in de jaren 1980 en 1990 ontstaan door zand- en grindwinning. Het recreatiegebied wordt ontsloten door het Mookskanaal dat zich ter hoogte van Mook afsplitst van de Maas. De Mokerplas is prima geschikt voor recreatie. Zwemmen, roeien en zeilen behoren allemaal tot de mogelijkheden. Door de ontsluiting met de Maas is zelfs heel Nederland, ja zelfs bijna heel Europa, te bevaren. Samen met de Sint-Jansberg en de Mokerheide is het tevens een uitgestrekt en uniek wandelgebied. Tijdens of na het wandelen zijn er diverse mogelijkheden om de inwendige mens te verwennen. Koffie, thee, diverse restaurants en pannenkoeken of alleen maar ijs.